Sjanna, goedemorgen met Jan. Goedemorgen. Sta je nog in je pyjama? Nee. Oh. Jammer, hè? We zijn namelijk iets eerder dan gepland. Moet ik trouwens nou Sjanna zeggen of Nina? Ja, ik heet Sjanna, maar online gebruik ik de naam Nina. Dat is mijn tweede naam en veel Amerikanen kunnen Sjanna niet uitspreken. Dus dan wordt het Sjanna of Shannon of Shanna. Ik denk, nou, gebruik maar gewoon Nina. Nu ga je heel snel. Online, ja. Amerikaans publiek. Oh ja. ja, ik heb een soort van eigen tv-showtje online op internet. En daar heb ik kijkers van over de hele wereld. En wanneer ga je online weer? Om 12 uur, dus over een uurtje. Tada! Dus dit is de studio, tevens slaapkamer, tevens woonkamer. Alles. Alles. Het is gewoon where the magic happens. Ik moet eerst eventjes op Twitter zetten dat we over een half uurtje er zijn. Want dan kunnen mensen alvast in de chat gaan zitten en... Een soort promo. Wachten op ons, ja. We praten over van alles. Toen bijvoorbeeld met Parijs hebben we het daar ook over gehad in mijn kanaal. En dat is niet omdat ik daar nou zo'n hele sterke mening over heb dat ik dat moet uiten. Maar gewoon omdat er bepaalde kijkers zijn die daardoor getroffen waren en die wouden hun verhaal kwijt. En dan komen ze dat even luchten. Je moet er wel veel voor opofferen van je sociale leven, zeg maar. Als iemand zegt op vrijdagavond van, oh, je werkt toch voor jezelf. Kan je niet een keertje zaterdag live gaan in plaats van vrijdag? Dan zeg ik, ja, dat kan niet, weet je wel. Dus ik heb best wel veel connecties erdoor verloren, zeg maar. Vrienden verloren en, tja. We hebben nog 10 minuten. Wat doe je in die laatste 10 minuten? Ik ga altijd even roken. Kun je mij uitleggen, zo'n jonge dame zoals jij, in de bloei van haar leven, dat je gewoon bijna de hele dag binnen zit? Nou, niet de hele dag. Ja, eigenlijk wel een beetje de hele dag. Ik ben eigenlijk pianist. Ik heb 10 jaar klassiek pianoles gehad en ook conservatorium gedaan. Een jaar en toen gestopt. En toen op een gegeven moment zat ik helemaal aan de grond. Van, moet nou? Alleen maar omdat je een studie niet kon vinden? Nee, het was een samenloop van dingen. 3 jaar geleden is mijn vader overleden en toen 8 maanden daarna was dus die studie die niet goed ging ook daardoor. En toen ging het uit met mijn vriend en ik verloor mijn baan en ik zat gewoon thuis op een gegeven moment en met niks. Ik had geen reden om mijn bed uit te komen, dus dat deed ik ook niet. En toen op een gegeven moment toen zag ik iemand anders streamen en toen dacht ik, hé, dat kan ik ook wel een keer gaan doen. Maar omdat er gewoon 2 miljoen kanalen zijn, is het zo moeilijk om je te onderscheiden en dat heb ik toen gedaan met muziek. En dat ik dacht, nou, dat is iets unieks wat ik doe. Heb je het dan ook daardoor beter verwerkt, het verlies van je vader? Het is in ieder geval makkelijker voor mij om structuur vast te houden. Om überhaupt mijn bed uit te komen, om me aan te kleden, om boodschappen te doen. Dat waren voor mij allemaal dingen die echt een overwinning waren. Oké. Nou, daar gaat hij dan. 3, 2, 1. Hello everybody! I need you guys to spam the chat. I am here with Jan, who you can only see from half of his body. Holy shit, look at the chat. Yeah, it's forbidden to see my face because all the Dutch guys are really handsome. They are too handsome for on screen. This is so awkward, zegt eentje. Oh, perfect, thank you. Hey Jan, this is so Dutch, I love it, zegt iemand. Ja, zo gaat het een beetje. Dus zo verdien jij je geld? Dat is iemand die zeg maar een euro in je hoed gooit. Zoiets kan je het mee vergelijken. Mag ik wat aan het publiek vragen? Ja. So I have one question for you guys. Could you tell me why Shanna is so special for you? Oh, ja, eerste reactie. Because she rocks. Nina is special, yes. Deze is heel mooi. She helps me through more difficult times in life. It's always a laugh in her and it just brightens the day up. Dus eigenlijk ben je voor sommige mensen een gids in het leven. Ik vind het echt heel mooi om te lezen. Ik vraag dat nooit aan mensen, van waarom kijken jullie? Ik zeg altijd leuk dat je er bent, zeg maar. Ja. Wat komt er nu bij je op dan, als je dit leest? Ja, ik vind het wel emotioneel. Ja, ik zit er gewoon mijn tuintjes een beetje in te houden nu. We moeten maar beginnen dan. Ja, geef jij een teken wanneer ik mag blazen? Wil je eerst solo doen? Oké. Oké. 3, 2, 1. Mm.
Hij werkt niet. Je blaast ook mijn haar in mijn gezicht. Je hoeft niet te blazen. Je moet zo, kom eens. Je moet... Je moet erin neuriën, of niet? Ja. Oh, oké. Okay. Wat zeggen ze? Even opscrollen. Nice. Ze krijgen Marry Me. Hier, Jan Veel. Best solo ever, 10 out of 10. Sir, sir, please step away from the kazoo. Hoe lang wil je dit nog blijven doen? Zo lang mogelijk. Ja, als ik 60 ben en dit nog kan doen, zou ik dat wel doen. Wil je nog iets zeggen tegen mijn kijkers? Of ga je gewoon... Thank you guys. It was really special for me to be here in the show of Shanna. Good luck. Hit the road, young. All right, that was great. Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys tomorrow. Bye-bye.